gaat. Oh. Ik ben echt een turner, ouwe. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag ben ik bij Jumpix Amersfoort samen met... Hey! Tigo en Luca. Vandaag gaan deze twee boys tegen elkaar opnemen in challenges, want ik ken dit park best wel goed. Luca is hier één keertje eerder geweest, maar toen heeft hij niet echt gejumpt. Nee. En Tigo nog mooi, toch? Dit is de tweede video van de 15 december video's die hier komen. Als het goed is, zijn er 15, weet ik niet zeker. Heb je nou vast zin in deze video? Laat een duimpje omhoog achter. Vergeet niet te abonneren als je nieuw bent. En laat even weten wat ik nog meer kan doen met al deze leuke video's, want er komen er heel veel om de dag een video. Oké jongens, eerste challenge. Net in Luca's video. Staat daar. Probeerde ik een challenge en dat was vanaf daar springen, daarin, frontflip, daarop stikken. Die gaan we nu nog een keertje doen, maar uitgebreid. Dat was niet de hele challenge, ik maak hem nog iets moeilijker. Wat? No way. Dat was de hele challenge. Ouwe. Hoe had je die ook ineens zo makkelijk first try? Ja, dat snap ik ook niet. Net lukte drie. Vier keer niet volgens mij en nu first try. Tigo en Luca gaan hem ook proberen. You got this. Ja, 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 die heb je, die heb je. En back, en back. En jij hebt hem ook meteen, ziek easy. Lekker gast. Hey, 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 hey. Oh ja, ik liet je net ook al hangen. Weet je wat het is? Ik ben echt totaal geen vierrunner of zo. Nee, maar je moet gewoon hard, jij bent wel trampoline springen. Ja. Dus je moet zorgen dat je daar hard afzet. Dan heb je hem sowieso. Frontflip. Ja. Frontflip iets minder ver. Je gaat niet te ver, ja. Frontflip. Ja, ja, backflip. 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 Ja. Triple full. Yes, lekker. Kijk, ik zei het. Volgende challenge. We blijven even bij dat blok. Back and side doen we op deze. Ja. Want die zijn wel doable erop. Maar daar doen we de andere op. Oh, dat is goed. Oei, sticky jikkie. Dus nog even duidelijker voor de regels. De challenges die ik land, mogen zij landen op de manier dat ik ze land. Dus eentje stikt ik, die backflip, die moet ze ook stikken. En de sideflip moet ze er gewoon op blijven staan. Ah, fuck. Oh. Let's go, Luca. Mama, is het nu dat we allebei door moeten tot hem stikken en wie het meeste tries heeft? Nee, jullie hebben hier allebei geen punt. Deze hoeft hij dat niet was gewoon een mooie stick. Ja, dus dat was een mooie stick. Er is niks aan de hand. Nee, er is niks aan de hand. Nee, heb je niet, joh. En inderdaad. Oh ja, shit, dat betekent één punt erbij voor Luca, die valt. En geen punt erbij. Ik was vergeten dat ik erop moest blijven staan. Dus, twee punten voor Luca, één punt voor Tigo. En we gaan daarheen. Twee varianten, namelijk frontflip en flikvlak. Oeh. Wat de fuck? Maar je glijdt een beetje uit ofzo. Ik laat echt zien dat ik dat kan. Oké, dank je. Lekker. Ik kan hem wel. Gaast. Lekker. Ik ben echt een turner, ouwe. Lekker, gast. Omdat ik hem niet landde, hoefden ze deze challenge allebei niet te doen. Maar we gaan door naar de volgende challenge. En deze is echt wel leuk. Kijken of mijn één keer lukt. Ik denk het wel. Deze? De challenge is als volgt. Hier overheen rollen zonder de blokkenbak aan te raken naar de overkant komen. Ah, joh, nooit zo, joh. En oké. Okay. En Luca moet het, heeft al maar, geen punt, moet, dus dat moet, betekent dat jij nog een kans hebt om op 3 te komen en Luca heeft nog steeds. Oh, nice. Lekker. Dat betekent, Tigo heeft nog een kans. Als ik hem nu red, staan wij gelijk. Gewoon niet halen. Netjes, oké. Drie punten. Drie nee. punten. Volgende challenge. Net iets anders dan je denkt. Nee. Oh, gewoon cat die. Met 180 terug of hoor dat er niet bij? Nee, die is wel een stukje verder dan ik had verwacht. Cat. Netjes. En we gaan voor de 180 terug. Hey. Gewoon vol inzetten, vol inzetten. Ik zou hem net aan redden, maar ik net aan. Ik, 3 punten, 4 punten. Ik begin naar boven, ik spring hierheen, ren ik door, sideflip hierop. In één sprong hier, flippers naar de bak. Oh god. Lekker. Dat was hem.
Standing sprong, doorrennen, sideflip sprong. Wow! Wat was dat? Ja, dat was geen flippers. Ik ging echt keihard door mijn rug. Oké, let's go, Luca. Luca heeft hem goed gedaan op één klein puntje na. Ja, hier zo, hè? Want hier zet hij een extra stapje. Dus je krijgt een half puntje. Een half puntje? Dus ja, dus dat betekent 3,5 voor Luca. Krijg ik dan wel een half puntje? Nee, nee. 3,5 en 4 voor Tycho. Volgende challenge. Deze kunnen ze denk ik allebei wel, maar hij is toch wel leuk om te proberen. Oké, volgende challenge. Je begint hier, springt in de trampoline, zonder handen, gewoon op blok. In één keer erop. Oh, easy. Oh, ik dacht heel even, ik ga mijn voet zo neerzetten. Ja, Luca is water aan het halen, maar let op, hè. Oh, oh. Huh? Ik heb gewoon teruggeprepteerd. Oké, de challenge was hier staan, dus standing, in de trampoline en in één keer erbovenop. Dat is zeker waar. Oh, die was bijna. Die was bijna dood. Oké, dat betekent 4,5, 5. En nu, jongens, hij heeft hem gehaald. Nee. Challenge. We gaan even een gevechtje doen op de Battle Beam. En de winnaar, die krijgt een punt. Tycho versus Luca. 3, 2, 1, go! En de winnaar! Oh. Tycho, Luca. Nee, dat was echt. Dat betekent 4,5 en 6 punten. Oké, de challenge is als volgt. Je springt vanuit die trampolines hierop. 1, 2, dus split step. Hierop 1, 2, springen naar die balk. Rudy. Easy. 1, 2. Easy. Netjes, puntje erbij. 1, 2. Easy. Nice. En ik heb eigenlijk tot nu toe alleen maar challenges gedaan. Bijna alleen maar challenges waar jij goed in bent. Dus nu gaan we een challenge doen waar Luca wat beter in is. Wie de meeste backfulls op die trampoline kan. Gewoon meer springen dan wat je eigenlijk doet. Oké. Let's go. Holy shit. Oh, dat maken er zoveel. Oké, Tycho. Ik in mijn hoofd telde ik er echt 20 of zo. Oké, maar Tycho, jij mag. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ik ben geoond. Shit! Luca! Hoe kan ik eigenlijk ook, ik wilde eigenlijk ook tegen je zeggen, je moet eigenlijk net zo doen dat je heel weinig doet. Toen deed je net alsof je heel veel deed, want dan kan hij dat toch bieten. Ja. Hey, Tycho. Weet je hoeveel Luca er had? Nou, 8. En ik? 12. Huh? Nee, volgens mij had je... Je had er 12, dacht ik. Ik weet niet zeker, maar je had in ieder geval een stuk meer dan. Maar om het nog leuk te maken, ga ik ook nog een rondje. En als ik meer haal dan in allebei, niet bij elkaar, maar allebei, krijgt niemand een punt. Ga ik het spannend maken. Dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh! Je hebt geen puntje, Weet je, heb ik toch nog een beetje input in mijn eigen video, hè? Inderdaad. Nog 2 challenges, jongens. Eentje gaan we daar doen. Dat is de ene laatste. En de allerlaatste gaan we daar doen. Ik ben benieuwd. Oh. Hey, lekker. Deze challenge heb ik laatst met Boas gedaan. En ik vond hem heel eng, maar ik heb hem wel gedaan. Nu kijken of zij hem in één keer durven inzetten en kunnen landen. Oh, nee. Oh, shit. Lekker. Oké, let's go, Luca. Go. Heb je. Die had je. Die had ik echt gewoon vol moeten inzetten. Jammer. Helaas. We gaan door naar de allerlaatste challenge. En die zijn zeker 2 punten waard. En die is 2 punten waard. Deze challenge gaan we sowieso doen. Het kan zijn dat ik hem niet in één keer heb. Maar wat je doet, je rolt in het blok. En je moet erop blijven zitten, zonder handen. Ah,
dit. Ja, easy. Dat was ook veel te makkelijk, maar ja, daarvoor ging het niet zo goed. Ah, oh, shit. Oeh, die had je bijna. Luca. Tel, je gebruikt die handen al te veel. Ik gebruik die handen heel veel. Oh. Maar ik snap ook niet zo goed wat ik nou echt... Helemaal zonder handen. Let's go. Maar gebruik de schoenen en... wel. Dat telt toch? Hij zat wel. Oké, jongens. Sla mij eens niet. Na heel lang juryoverleg, eigenlijk heel kort, heb ik anoniem besloten dat jullie allebei een halve slush moeten opdrinken. Yes. En dat, lekker, omdat de laatste twee punten waard was. Daardoor heeft Luca gewonnen, hoeft hij niet een hele. Maar voor de rest heb jij de hele tijd voorgestaan. Ja. Dus eigenlijk heeft Luca verloren, maar omdat de nee, laatste... Nee, nee, zo eigenlijk werkt het wel. Niet, zo werkt het eigenlijk. Niet. Nee. Allebei een halve. Oké, let's go, we gaan hem even halen. Jongens, zo snel mogelijk achterover. Is het ook een wedstrijd? 3, 2, 1, go. Mm. Go, 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 go. Ah, mijn tanden. Wie gaat het winnen, jongens? Kom op, jongens, mijn batterij is bijna leeg. Nu moeten we even doordrinken. Ah, mijn hoofd. Oh. Oh. Oh, oh. Let's go. Let's go. Oh, het is koud. Hé, hey, maar hij heeft toch wel weer bewezen dat hij dit ietsjes beter kan. Ik vind het niet erg dat ik dit heb verloren. Maar je moet hem wel nog opdrinken. Maar dat hoeft niet snel, toch? Nee, hoeft niet snel. Maar dames en heren, jongens en meisjes, vonden jullie deze video leuk? Laat dan zeker even een duimpje omhoog achter. En laat in de comments weten wie ik de volgende keer tegen elkaar op moet zetten. En laat even weten wie jij vindt dat heeft. Ja, dat sowieso vind ik een goeie. Wie vinden ik. Jullie dat heeft gewonnen? Tigo Luca. Of Luca. Luca? En laat het weten in de comments. Ik zie jullie terug bij de volgende video. Later! Yo.